Wat kunnen we leren van de oude Maya-beschaving? Hoe zijn we eigenlijk in een klimaatcrisis beland? Hoe heeft het zover kunnen komen? En waarom geloven we in de waarde van zoiets als een bitcoin? Nou, dat zijn het soort vragen waar we onderzoek naar gaan doen bij het nieuwe vak Gamma. Gamma? Ja, Gamma. En dat staat eigenlijk voor geschiedenis, voor aardrijkskunde, voor maatschappijleer, voor al die vakken. Hier op het Hyperion Lyceum geloven we dat we je willen voorbereiden op de wereld om ons heen. En op de toekomst die je tegemoet gaat treden. En die valt niet in hokjes op te delen. Ja, daarom bieden we deze vakken in samenhang aan. Ja, je leert bijvoorbeeld over de Franse Revolutie. Maar je leert ook over vulkanisme. En je leert dat in diezelfde 18e eeuw dat er een vulkaanuitbarsting op IJsland was die mogelijk een oorzaak kan zijn voor die Franse Revolutie. Nou, dat zijn het soort vragen waar we onderzoek naar gaan doen bij het vak Gamma. Het vak is splinternieuw. We zijn het op dit moment aan het ontwikkelen samen met de collega's uit die vakken, maar ook met leerlingen. En als jij nou een briljant idee hebt, als jij een goed idee hebt hoe het nou allemaal anders kan, hoe het allemaal beter kan, laat het ons horen. En misschien dat het wel een plek krijgt in ons mooie nieuwe vak Gamma hier op het Hyperion Lyceum.